B&B vol lieve fanaten. Wij richten onze aandacht gelijk op Frankrijk. Op onze Natasha, die wij beter kennen als Toujours. Toujours die zat dus opgescheept. Ja, vond zij met die Jan de Zwijger. Want dat was het, hij beet zijn mond niet open. En ja, dat ging helemaal niet, hè? Nee. Maar toen ging die Toujours, die sloeg een beetje door. Ja, die snelde hem helemaal onder. En die ging daar een potje zitten voeteren tegen die man. En ja, dat sloeg helemaal nergens op. Want ja, zei Toujours, ik heb jou gelegenheid genoeg gegeven om te landen. Ja, het woord landen viel de hele tijd bij Toujours. Ja, ik ben al nooit ergens geland. Ja, hier. Ja, met Transavia in Spanje. Hoezo? Moet u iemand constant maar landen en zo? Ja. En toen zei ze ook nog tegen hem: ja, ik heb jou kansen genoeg gegeven. Ja, maar je bent. Hey, Toujours, je bent geen voetbaltrainer. Die geeft kansen. Ach, weet je, die vrouw. Die liet ook zien waarom ze alleen is. Dat is duidelijk. En dan zit daar nog ook nog eens een keertje die. Zo doet hij. Kung Fu. Die Kung Fu, die Menno. Oh, die doet dan 's morgens vroeg. Zit hij zo Kung Fu te doen. En ja. Maar ja, dat is ook een beetje zo'n kwispelaar. Dat schiet ook niet op. Die pakt ook niet het voortouw. Dus die Kung Fu, zal ik maar zeggen, die. Die gaat het niet worden daar bij Toujours. Dat is duidelijk, vrienden. Dat gaan wij de komende week gaan we dat allemaal meemaken. Met de spanningen. Laatste week. Ja, zijn jullie ook zo benieuwd hoe het verder allemaal gaat aflopen? Nou, dan richten we onze aandacht snel op Arrivederci. Ja, want Arrivederci, die heeft dus ineens een nageltje. Hè, die mevrouw van de pedicure. En die is wel leuk. Ja, eerlijk is eerlijk. Die is wel lollig. Die heeft verder niet al te veel mankementen. En die doet leuk mee. Dus ik zou denken. Hey, Arrivederci. Wees daar nou heel erg blij mee. Ja, want hij ging ook nog even naar een kerk. En dan ging hij Gregoriaans voor hem zingen. Nou, Arrivederci. Let eventjes op, hè. En ik specto. Resurrectionem martuorum. Ja. E vitam venturi seculi. En goed, hij moet daar dus een hek omheen zetten. Dat is dus duidelijk, hè? Dat moet hij doen, onze vriend. Ja, Arrivederci. Koop een groot hekwerk bij Heras. Zet het om erheen. Hé, slotje erop. Sleutel weggooien. En die vrouw is gemaakt voor jou. Daar moet jij heel blij mee zijn. Schakelen wij heel snel door naar, ja, vrienden, Oostenrijk. Natuurlijk, want daar kwam ineens onze spion. Die kwam erachter dat Jodelahiti 2, die was het toch niet helemaal. Nee. Hij had toch het gevoel van, ik weet het niet. Die vrouw wil alles een beetje precies. Of zoals hij dat zei, bij haar moeten de lakens helemaal glad zijn. Nou, en daar had dus de spion eigenlijk niet zoveel zin in. En hij liet weten dat er niet zo'n klikken was. Het woord klik viel weer, vrienden. Klik. Ja, allemaal fotografen in dat hele date gebeuren. Elke keer is er klik. Heb jij een klik? Heb ik een klik? Ik weet het niet. Ik voel geen klik. Jij wel. En, wat nou klik? Hoezo? Ik heb nog nooit met je het erover gehad. Of heb jij een klik? Voel jij een klik? En niks. Je vindt iemand leuk of je vindt iemand niet leuk? Wat denk je daarvan? Haha, hey, met je klik. Ja, nou ja. Of ze moeten ontdekken ook. Ja, hoop ik me nog heel veel ontdekken en zo. Hoe zijn we? Goeie god. Ga terug naar 1492. Dan kon je mee met Columbus. Dan kon je ontdekken. Hou op, zeg. Ga met je een beetje ontdekken. Nou ja, goed. In ieder geval, dat was er aan de hand en hij ging weg. En nou zit dus Jodelahiti 2 alleen nog met een beetje
onze Bravert en Goedzak. Ja, die Harm-Jan, de huisman, ja. Maar die zit zich weer ontzettend aan te stellen en uit te sloven met allemaal klusjes. Ja, en Jodelaïti 2, die heeft al laten weten dat werkt averechts bij haar. Dus, ik zie hem. Ik zie gewoon die huisman. Ja, bijna een werkster eigenlijk. Die huisman die zie ik helemaal geen kans hebben. Eigenlijk bij Jodelaïti 2. Nee, want die wil dus een man met humor. Nou ja, dat heeft hij niet. En ze wil ook het bekende tegengas. Ja, oh ja, niet te veel meebabbelen. Tegengas, nou oké. Dus dat krijgen ze ook niet bij hem. Dus vrienden, nou ja, we gaan een echt zo'n spannende week met elkaar tegemoet in de BNB liefde met, ja, vol liefde, want wie gaan er blijven? Wie gaan er weg? Hou je vast!